Mirjam Radstaken, welkom. Directeur van de Stad Schouwburg in Lochem. Ja. Ik ben er nog niet geweest. Hoeveel zitplaatsen heb je? Grote zaal heeft 430 zitplaatsen en de kleine zaal 100. Twee zalen? Ja. Hoeveel man personeel en vrouw? Man en vrouw inderdaad. Bij ons goed verdeeld. Wij hebben 20 man in dienst. En we werken met zo'n 50 vrijwilligers. Oké, hoe lang ben jij er al in de Stad Schouwburg? Bijna 14 jaar. Hoe oud ben je dan? Ik ben 42. Dus je bent piepjong begonnen? Ja, ik was de snotneus. Ja. 28. Ja. Ja. Wat is je einddoel als je zou mogen kiezen? Het politiek correcte antwoord is, het theater in Lochem is het beste theater ter wereld. Maar waar zou je willen eindigen? Ja, dat is heel flauw. Maar dat is de meest gestelde vraag aan elke theaterdirecteur. En de verwachting is ook dat je een jaar of 5, 6 ergens zit. En dan ga je naar een groter theater en naar nog een groter theater. Maar toen ik in Lochem kwam, was het een beetje op sterven na dood. En was alles verouderd. En het hele theater moest vernieuwd worden. En grootscheepse renovatie moest gebeuren. Maar de gemeente was niet echt pro-Schouwburg. Nou, inmiddels zijn we dus kleine 14 jaar verder. En hebben we een compleet vernieuwde Schouwburg. Eigenlijk gerenoveerd, moet ik zeggen. Er staat echt een topteam met jonge honden waar heel erg leuk mee werken is. En, ik vind het niet zo interessant dat het groter of meer moet. Je het bent gaat blij erom. Daar. Ja, ik mag het met hele fijne mensen doen. Om wie heb je het hardst gelachen op het podium bij jullie? Oh, wat erg. Gewoon denk niet over nadenken, Pat. Nou, ik dacht toen ik Jandino Aspiraat voor het eerst zag. Op televisie dacht ik, oh, ik vind hem helemaal niet leuk. En toen zag ik hem in het theater, bij ons in het theater met een van zijn eerste shows. Ja, ik heb echt van het allereerste moment tot het laatste moment keihard zitten lachen. Wat was de mooiste voorstelling waarbij je enorm ontroerd was? Ik denk de laatste voorstelling van Richard Groenendijk. Waarom? Waarom trof hij je? Er zat een passage in waarin hij zegt. Alles gaat vluchtig tegenwoordig en snel. En we moeten allemaal. Alles moet beter en groter en meer. En dat zie je ook in hoe ouders hun kinderen opvoeden. En hoe snel ze eigenlijk het bijltje erbij neergooien. Wij hebben het niet meer leuk samen. Dus ik stop ermee. En ik ga wat anders doen. En jij gaat ook lekker maar wat anders doen. En dat kind is daar altijd de dupe van. En hij zegt op een gegeven moment. En gelukkig spreek ik niet uit persoonlijke ervaring. Maar hij zegt tegen die ouders. Je doet verdomme maar je best. Je doet het maar gewoon. En dan blijf je maar bij elkaar. En dan hou je de schuim maar op. Want een kind wordt altijd gekwetst. Of dat altijd in 100% van de gevallen zo is. Dat weet ik niet. Maar die scène die trof me heel diep. Omdat ik wist dat er een aantal vaste gasten in de zaal zaten. Die midden in het proces zaten. En die zag ik later ook. En die hadden echt de tranen over hun ogen, over hun wangen rollen. Dus zo persoonlijk is de Stad Schouwburg in Lochem dat jij kent ook je publiek. Ja, zeker. Ja? Ja. Ben je zelf getrouwd? Of heb je een familie? Of heb ik je ben partner? Getrouwd, ja, met Sander. En we hebben een zoon van 6, Appie. Uh-huh. En dus ik heb al gezegd dat ik heb Appie. Leuke naam. Dankjewel. Ik heb 2 banen, zeg ik altijd. En ook 2 kindjes eigenlijk, Appie. En de Schouwburg is echt wel een tweede kindje. Ja. Ja. Zeg, en als de voorstelling is afgelopen, geeft dan iemand van jouw staf de bloemen aan de artiest? Of doe je dat zelf? Wij geven geen bloemen. Want een boekenbon. Wij hebben in Lochem, onze Schouwburg is heel oud, maar we hebben ook een van de oudste bakkerijen in misschien wel in het land. En zij hebben wortelnotentaart. Mm. En dat geven we altijd aan onze artiesten. En dat gaat ook altijd op. Of het is al op voordat de voorstelling begint, of het gaat mee naar huis. Ja. En bloemen, die krijgen ze overal. En die belanden in de prullenbak. Achter wie zit je al jaren aan die je nog niet hebt binnen kunnen halen bij de Schouwburg? Die je echt graag wil hebben? Ja, ik zou heel graag willen dat Alex Klaas een solovoorstelling gaat maken. Dus Alex, als je dit hoort, please, denk aan Lochem. Want ik vind hem zo ongelooflijk goed. Ik zou heel graag ook wat kleinere dansgezelschappen willen hebben. Maar dat is vaak, we hebben een relatief klein zij- en achtertoneel. Mm-hmm. En dan, dat zeg ik altijd, dan bij het Zwanenmeer dan knallen de zwanen tegen. Eraf, ja. Precies. Ja. En dat, wat mis je het meest op dit moment? De mensen, het contact met met de bezoekers. Omdat wij zijn niet het grootste theater in Nederland, maar we zetten heel erg in op persoonlijk contact. Onderling en ook met onze klanten, ook met onze artiesten. En ik weet hoeveel plezier en geruststelling en
emotie, nodige emotie er is bij met name vaste bezoekers. En die kunnen dat nu niet delen. Sommige mensen sparen, gaan één keer per maand naar het theater en dat is hun avond uit. Mm-hmm. En dat is alleen nog maar het theatergedeelte. We hebben ook nog een filmhuis, daar zie je het zelf. We hebben ook nog een hele grote sociaal-maatschappelijke tak. En die mensen zijn echt afhankelijk van onze locatie om elkaar te zien. Denk je dat veel mensen afgelopen maanden ongelukkig zijn geworden, gedeprimeerd? Misschien eenzamer thuis zitten omdat ze juist dit soort zaken missen, de cultuur? Ja, absoluut. Kunst. Ja, dat horen we ook van. Omdat we zo persoonlijk contact hebben, nogmaals, krijgen we kaartjes, e-mailtjes om ons sterkte te wensen. Mm-hmm. Maar ook echt met de opmerkingen: we missen jullie. We missen de films, we missen de voorstellingen, we missen het contact met onze vrienden. Wat kost een leeg theater, zoals bij jou nu? Wat gaat eruit waar je niks aan hebt? Ik bedoel, ja. Op dit moment per maand €15.000. En dat gaat zeker alleen over de vaste lasten. Dus het moment dat er... En dan hebben we nu nog de nauwregeling. Hè? Dus compensatie, looncompensatie. Hoe lang houd je dit vol? Nou, we hebben nog wat reserves. Dus ik denk dat wij het nog een halfjaartje volhouden. En staat de provincie of de gemeente Lochem klaar met een klein zakje geld om je te helpen? Nou, er staat wel een aanvraag uit. Maar de gemeentes hebben het allemaal erg moeilijk op dit moment. Ik las in het Algemeen Dagblad op 13 mei, zei je... ik hoop binnen 2 weken uitsluitsel te krijgen van de provincie Gelderland over steun. Ja. Ja. Heb je die gekregen? We zijn 2 weken verder. Nog geen uitsluitsel, nee. Nog niks gehoord? Nee, en we hebben echt alle hoop op de provincie gevestigd. Want als niet? Want gemeentes hebben het nogmaals heel moeilijk. Ja. En er moeten gewoon keuzes worden gemaakt. En natuurlijk hebben wij intensief contact met ons college... Het is moeilijk om de begroting rond te krijgen. Maar het gat wordt eigenlijk alleen maar groter. En aangezien een schouwburg niet per definitie iets is wat de gemeente moet financieren... Mm-hmm. Trek je zoals altijd aan het kortste eind. Maar het is toch ondenkbaar, Lochem zonder jullie? Dat zou raar zijn. Dan gaat een van de oudste theaters gaat onderuit. Hoe oud? 150 jaar. Precies dit jaar. Het is ons jubileumjaar. Echt? Ja. Zuur. Het is heel zuur. Had je een groot programma opgeleid of niet? Ja, en een hele mooie afsluiter, maar het kan nu allemaal niet doorgaan. Nou, we hadden een heel weekend, we hebben het weekend geopend met een hele grote tentoonstelling. Ja. Op meerdere locaties, want we hebben ook nog een Verenigde Sociëteit, een herenhuis. Daar is het ooit begonnen, met allemaal looplijnen in de zalen. En daar zijn we mee begonnen. Ja. Allemaal speciale aanbiedingen voor mensen met... mede gefinancierd door de gemeente voor mensen met een kleine beurs. Ja, ik hoop dat de provincie Gelderland over de brug komt voor je. Hoeveel mensen, alles bij elkaar genomen, voor onze teller hier, zijn er afhankelijk van jullie voor een deel van hun inkomen, een hele inkomen, alles bij elkaar opgeteld? Als ook de achterban mede... Alles, ja. Ja, ik denk dat je dan wel over 400 man hebt, denk ik. 400 man? Ja, als je ook alle leveranciers, de complete spin-off, zeg maar. Ja, dan zit je wel aan 400 man. Dankjewel. Ik wens je heel veel succes. Als je je handtekening wil zetten hier op de wand achter mij, dan staat hij erbij. Sta je genoteerd. Dankjewel, bij Cultuuropact in actie. En succes. Ja, dankjewel. Oké, dat was Mirjam Radstek van de directeur Schouwburg Lochem. Krijg je gang. Dankjewel.